Vrienden en buurtbewoners blokkeerden vanmorgen de weg naar het huis van Arno Faas in Breda. Ze willen niet dat hij de wijk uitgaat en Arno zelf wil dat ook niet. En ik moet eruit? Voor niemand, ik sterf nog liever. Hij hoort niet weg te gaan, hij hoort te blijven waar hij al 36 jaar is. Ja, hij woont hier al heel zijn leven. Dus ja. Hij moet blijven. Hij moet blijven. Hij is hier geboren en getogen. Hij zit het in zijn huis van zijn ouders. En ja, zijn ouders zijn ook kort op elkaar en overleden. En wij gunnen het hem allemaal. Maar ik vind het echt onbeschoft, want die jongen die heeft zijn vader en moeder verzorgd. En nou in één keer zouden ze hem dan het huis uitsturen. Arno is de sleutel van zijn huis kwijt en daarom gaat hij zo naar binnen. Hier woonde hij met zijn vader en moeder die vlak na elkaar zijn overleden. Ik heb mijn moeder vast gehad hier binnen. Mijn moeder is gestorven in mijn armen. Ik geef het huis voor niemand op. Het is niet de eerste keer dat woningbouwcorporatie Wonen Breeburg langs wil komen om Arno het huis uit te zetten. Bij een rechtszaak gaf de rechter de woningcorporatie gelijk. Want Arno zou eerder al een slechte relatie hebben gehad met de woningbouwcorporatie. Hij heeft willen betalen en ze willen het niet accepteren. Kijk, mijn fiets die heb ik daar bij mijn buurman neergezet als blokkade. Wat zou er nu gebeuren als de politie komt met een deurwaarde? Nou, ik denk dat er wel gevolgen zijn, denk ik. Dan wordt het herrie. Ja, dan wordt het herrie. We zullen zien als ze komen.